Hallo. Ik ben Gerardus Frederiksson. Ik ben benoemd door het stadsbestuur hier in Haarlem als waagmeester van deze waag. Trouwens, 100 jaar geleden was mijn overgrootvader precies dezelfde rol toebedeeld, ook als waagmeester. En je kunt dus zeggen, het zit in de familie. Een waag is een gebouw waarin de goederen worden verhandeld die door Haarlem komen en waarover de stad dan door ze te wegen accijns kan heffen. Maar goed, daarover straks later iets meer. Zoals u ziet heeft Haarlem in 1245 zijn stadsrechten gekregen van graaf Willem II van Holland. En uit die stadsrechten vloeien ook de waagrechten voort. En een waagrecht is voor een stad als Haarlem heel belangrijk. Want met die waagrechten mogen Haarlemmers de goederenwegen die de kooplieden, die de schippers hier door Haarlem voeren. Ik doe dat hier in de waag aan die bascule. Die is geëikt door de stad, net als de gewichten. En ik beweeg dan de goederen en vervolgens bereken ik de accijns. En voor de stad is dat een belangrijke bron van inkomsten. Dus ik ben eigenlijk een belangrijk persoon. Maar goed, ik ben bescheiden gebleven. We staan hier voor het gebouw. De waag, het is een gebouw een paar jaar geleden gebouwd door de Vlaamse bouwmeester en stadsbouwmeester Lieve de Keij. Een van de duizenden Vlaamse vluchtelingen op de vlucht voor de Spanjaarden. Die kwamen hier in Haarlem en vestigden zich hier met al hun ambachten. En die Lieve de Keij heeft dit gebouw neergezet, een prachtgebouw. Zoals u ziet, van natuursteen. Om precies te zijn, van arduin. En dat is een natuursteen wat gedolven werd in de omgeving van Namen in de Vlaamse Ardennen. Ja, het mag wat kosten. Maar goed, ik heb ook het gevoel dat we aan het begin staan van een hele mooie bloeiende periode in Haarlem. Een soort gouden periode, misschien wel een eeuw lang. Haarlem ligt fantastisch voor wat betreft de handel. Een prima plek. Want kijk, daar hebben we het Spaarnen. De belangrijke wegen lopen door Haarlem. En via het Spaarnen kun je per schip naar het zuiden, de Haarlemmermeer. En vervolgens naar het Leidse Meer om zo Leiden te bereiken. Maar aan de andere kant, via de oude sluis van Sparendam, vaar je over het IJ naar Amsterdam of over de Zuiderzee naar Enkhuizen en Hoorn. Hoe ging dat wegen nou precies? Nou, dat zal ik je vertellen. Als hier een schip aankomt en die aanmeert aan de kade voor deze waag, dan staat daar een houten kraan en die haalt al die goederen van het schip en legt ze op de kade. Ik neem de goederen en aan de bascule die geëikt is en met de gewichten die geëikt zijn door de stad, weeg ik de goederen. Ik bereken de accijns en vervolgens betaalt de schipper mij. En als ik dan het geld heb ontvangen, dan schrijf ik een waagbrief uit als bewijs van betaling. En met die waagbrief kan de schipper aantonen dat hij eerlijke handel bedrijft en in een betrouwbare stad als Haarlem. Maar als die schipper de stad verlaat en hij kan de waagbrief niet tonen, ja, dan is hij de pineut, want dan krijgt hij een flinke boete. Trouwens, over die kraan kan ik nog een leuk verhaal vertellen. Als er hier in Haarlem overspelige mannen worden gestraft, dan worden ze met een mand in die kraan gehangen. Vervolgens takelen ze de kraan boven het Spaarnen en de mannen kunnen zich maar op één manier bevrijden en dat is door het touw door te snijden. Nou, dat is lachen natuurlijk. Ja, dan over de toekomst. Ik ben naar een kaartlezer geweest en die vertelde mij dat hij uit de kaarten kon zien dat dit gebouw tot het begin van de 20e eeuw dienst zal blijven doen. Ja, ik kan het niet geloven. En vervolgens zei hij, de originele bascule blijft hier hangen tot in lengte van dagen. En hij vertelde mij zelfs dat dit een goede plek zou zijn om een herberg of zo te vestigen. Maar goed, als jullie in de toekomst een keer in de buurt zijn, loop gerust de waag binnen, van mij mag het. En van mijn overgrootvader IJsbrand trouwens ook. Maar oh, wacht even, ik zie daar een schip aankomen en dat moet gelost worden, want per slot van rekening moet er ook brood op de plank komen. Dus ik zou zeggen, tot ziens in de waag in Haarlem. Hey, schipper!